Das ist meine Universität. Oder um es ganz genau zu sagen, das war sie. Hier habe ich studiert. Also nie werde ich den Tag vergessen, an dem wir zum letzten Mal als Studenten durch das Portal gingen. Mein Herz klopfte zum Zerspringen, als der Professor seine Abschiedsrede hielt. Of our preliminary and final examinations this year is again remarkably high. The board wishes to emphasize with Oh, wir mussten ganz schön büffeln, bis wir dieses Diplom hatten. Die schwierigsten Probleme wurden diskutiert. Vor allem aber die lebenswichtige Frage, wie können alle Menschen der Welt am besten ernährt werden? That the study of science is developing on broader lines. May I now invite the ladies and gentlemen to come forward? Ich sehe uns noch da stehen. Ich höre noch, wie der Professor zu uns sprach. Completed studies. The board herewith expresses its satisfaction with the conscientious manner in which you acquitted yourself of your task. I should now like to particularly express my appreciation to you, since you so effectively analyzed the thesis on which you propounded your theory. We herewith declare that you have passed this examination cum laude. Cum laude? Auf ein E. Cum laude. Ja, ich war cum laude geslaagd. En ook dat hebben we internationaal gezien. Mi fa tanto piacere di sapere che tu sei riuscito con laude. Permettimi allora di dirti ancora una volta proficia. En nieuwsgierig dat ze waren, ze vroegen me... Then you didn't tell us why you went to Holland. Mais qu'est-ce qui vous a fait penser à la Hollande? Oh, well. Je hebt er zelfs Nederlands voor geleerd. Is het niet? Ja, ik dacht, als ik naar Holland ga, dan moet ik ook Hollands kunnen spreken. En waarom juist Holland? Zoals je weet is melk world food number one. En ik hoef jullie niet te vertellen dat Holland number one is op het gebied van de melk. Overal, waar ter wereld ook, kom je de naam Holland tegen als het om zuivel gaat. In Zuid-Afrika, in Duitsland, kortom, wat je ook opslaat, er is altijd wel iets te lezen over Dutch milk, butter en cheese. Het moest het tabak om een veldigste organisatie door. Moosundako li concodisiva, mooi ook achit. Ja, die Hollanders houden de teugels strak in handen. En het is het zuivelbedrijfsleven zelf dat dit allemaal organiseert. Eerlijk gezegd heb ik het grootste gedeelte van mijn succes aan Holland te danken. So you could even say Holland cum laude. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Holland cum laude. Holland. Such a nice and friendly country. Nice and friendly, dat was ook de medewerking van het Nederlands Zuivelbureau dat mij alle informatie gaf waar ik om vroeg. En inmiddels maakte ik al kennis met die heerlijke Hollandse kaas. Daar kwam ik niet om te eten, maar wel om te studeren. Want daar lag mijn studieterrein. Het Zuivelbureau had op mijn verzoek een programma opgesteld en ze hadden mij geschreven dat ik voor deze bijzondere gelegenheid op mijn reis door Zuiverland een gids zou hebben. Meneer Groenenberg. Natuurlijk had ik me goed geoefend om die Hollandse naam goed uit te spreken. Groenenberg. 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 Dag, meneer Groenenberg. Prettig met u kennis te maken. Ja, nu brandde ik natuurlijk van verlangen om ook kennis te maken met Holland. Of zoals de Hollanders hun land zelf noemen, Nederland. Daarom
heet het bureau dat diepe propaganda maakt voor de Nederlandse zuivel en ook het Nederlands zuivel. Dadelijk thuis in Nederland. Alles is er zo netjes en opgeruimd. En niet alleen op het land, maar ook in de stad. Meneer Kronenberg bracht me naar mijn hotel en hij zei, voordat wij beginnen met melk, boter en kaas, zal ik je eerst eens wat laten zien van Good Old Amsterdam. Maar waar je ook kijkt, je komt toch telkens weer in contact met de zuivel. Heel logisch als je weet dat 1 op iedere 7 werkende Nederlanders met die zuivel te maken heeft. En als ze dat doen, dan doen ze dat zo netjes mogelijk. Netjes en gezellig. Want ook daar hebben de Nederlanders kaas van gegeten. Toen meneer Kronenberg aan het einde van die eerste dag afscheid van mij nam, had ik al zoveel indrukken opgedaan dat ik nauwelijks wist waar ik zou moeten beginnen. Maar 1 ding wist ik zeker, het zou eindigen met zuivel, zoals het ook begon met zuivel. By the way, wat doe je met zulke grote plakken kaas bij je Hollandse ontbijt? Oprollen? Of in stukjes snijden? Gelukkig liet de ober me zien dat je die plakken op je boterham moet leggen. En ik vroeg hem of kaas als broodbelegging zo vanzelfsprekend was. Kijk maar naar buiten, zei hij. En he was quite right. Boter, melk en kaas vind je altijd op iedere Hollandse tafel. Natuurlijk, die onmisbare voeding ligt daar immers zo voor de hand. En niet alleen thuis, maar ook in het welbekende Hollandse trommeltje voor de lunch op het werk. Je ziet het in de auto en je ziet het op de fiets. Maar hoe ze het doen, doen ze. Ze zijn altijd met melk meer maal. Right. Dat was dus het voorproefje. En toen stond meneer Kronenberg alweer op mij te wachten. En weer zag ik dat grappige symbool voor de Nederlandse zuivel, Dachi. Het Nederlandse boertje dat je zo dikwijls in de Nederlandse zuivelreclame tegenkomt. Zeg, dacht je dat die Hollanders op klompen lopen? Als je het mij vraagt, lopen ze niet, ze fietsen alleen maar. Je zult wel eens gehoord hebben dat ze in Holland geen gebrek hebben aan water. En ik vroeg me af waarom al die diepe polders bij zo'n flinke regenbui niet vol water liepen. Meneer Kronenberg legde mij uit dat om al die polders stevige dijken zijn gebouwd en dat het water in de polders samenvloeit in de vele sloten. En uit die sloten wordt het dan opgepompt naar een groter kanaal buiten de dijk. En zo kunnen de Nederlanders hun land net zo droog of vochtig houden als zij zelf willen. Dus wordt ook het gras voor het vee net zo mals als nodig is voor de beste melk. Maar laat ik nu eens bij het begin beginnen. En het begin
in. Dat is het Nederlands Zuivelbureau. Ah, kijk eens. Daar zag ik ook Dutchie weer. Daar in het Nederlands Zuivelbureau wordt gebruik gemaakt van de wetenschappelijk gefundeerde gegevens over de zuivel. Want alleen op die basis kan het bureau onweerlegbare feiten publiceren die over heel de wereld de zuivel uit Holland tot zo'n betrouwbaar begrip hebben gemaakt. Denk bijvoorbeeld niet dat elke koe zomaar een koe is. In Nederland zijn wel 3 verschillende soorten of veeslagen. Je hebt de blaarkoppen die uit het noordoosten stammen, het zwartbonte vee in het noorden, dan zijn er de roodbonte koeien in het oosten, maar het meest voorkomende is toch wel het zwartbonte vee. Al tref je dat hier en daar ook met blaarkoppen en roodbonte koeien in de verschillende provincies aan. En elke dag vloeien miljoenen liters melk naar honderden zuivelfabrieken, waar die melk wordt verwerkt tot de meest uiteenlopende producten, zoals boter, kaas, consumptiemelk, pap, yoghurt, karnemelk en condens of melkpoeder. Je begrijpt wel dat dit voor de Nederlanders alleen veel te veel moet zijn. Natuurlijk, heel de wereld vraagt immers om Nederlandse zuivel, dus wordt aan die vraag voldaan. En niet voor niets is Nederland nummer 1 bij de wereldexport van zuivel. Neem maar eens zo'n lekkere, ronde Edammer kaas. Ik heb ze zien maken niet 1, maar duizenden, honderden duizenden. Eerst wordt de melk in grote roestvrijstalen kaasbakken verwerkt. En dan wordt er het zogenaamde stremsel aan toegevoegd. Daardoor wordt de melk dik en mag dan even rusten, waarna die gestremde melk, de rongel, gesneden wordt. En van bak tot bak kun je al zien hoe de kaas in wording zich afscheidt. Ten slotte vloeit de wei af als de rongel zich volkomen van de vloeistof heeft gesepareerd. En dan is het tijd om alles in keurige blokken te snijden voor goudse of Edammer kaas. En ik zag hoe een partij Edammer kaas in de vorm werd gestopt. Weet je dat ook in die hypermoderne fabrieken houten kaasvormen zich nog steeds als de beste handhaven? Na het omdoeken gaan de kazen met vorm en al in de kaaspers om hun gezellige ronde vorm voor goed aan te nemen. In een groot pekelbad zie je dan goudse of Edammer kazen met het Nederlandse Rijksmerk als beste bewijs voor hun kwaliteit. Boys, dan had je zo'n opslagplaats eens moeten zien. Al het transport gaat er automatisch. En iedere kaas, jong of oud, rond of plat, krijgt precies de plaats waar hij thuis hoort. Voor de kazen die een lange reis moeten maken, is er een speciaal paraffinebad
waarin de kaas geen beschermende paraffinehuid wordt gegeven. En weer andere kazen krijgen een keurig jasje van cellofaan. Dit allemaal had bekeken, was mij één ding wel duidelijk. Heel de wereld moet wel Nederlandse kaas eten, want waar zouden die duizenden tonnen kaas anders moeten blijven? En ze vinden ook hun weg naar de consument, of die in Nederland woont of helemaal aan de andere kant van de wereld woont. Over bollen gesproken, die beroemde Hollandse bloembollen stonden in bloei. Maar daar kan ik je weinig van vertellen, want die prachtige kleuren zou je zelf moeten zien. Netjes, blinkend netjes. Zijn de melkbussen die iedere morgen op de wagen worden geladen als de koeien gemolken moeten worden. Er zijn boerderijen waar dat met de hand gebeurt. En zo'n brave, zwartbonte koe levert ieder dag heel wat liters melk. Ik moest wel vroeg opstaan om te zien hoe er ook machinaal werd gemolken. Ik heb dat meegemaakt bij een ander veeslag, bij de blaarkoppen. Maar met de hand of machinaal, zwartbond of blaarkoppen of roodbondvee, het gaat om de melk. Melk voor de zuivelfabriek. En ze komt daar op een typisch Nederlandse manier. Ben ik ook zo'n zuivelfabriek gaan bekijken. En het viel mij op dat dadelijk bij ontvangst van elke bus monsters worden genomen, die stuk voor stuk nauwkeurig worden onderzocht op gehalte, kwaliteit en zuiverheid. En dan wordt alle melk gepasteuriseerd.
Nederlandse havens. Centra van het wereldtransport. Knooppunten van een machtig wereldverkeer. Want ook daarin weet dat kleine Nederland zich groot te tonen. Ja, je hebt gelijk wanneer je zegt Holland cum laude. Met dat bezoek aan die prachtige haven besloot ik mijn studiereis. Hartelijk dank, meneer Kronenberg. Het wordt tijd om naar huis te gaan. En om cum laude te slagen. Oh ja, ik had hallo, sorry. Sorry, dear, dat kan ik nog steeds niet verstaan. Maar ik denk dat je dit bedoelt. Alsjeblieft, dat heb ik zelf geïmporteerd. Nederlandse zuivel. Maar de grootste verrassing komt nog. Want ik wilde jullie er niet alleen van vertellen. Nee, Nederlandse zuivel zal ik jullie ook laten zien.